Hey, welkom bij de nieuwe Happy Meal. En in deze Happy Meal zullen we meer vertellen over autoregulatie. En dat moet je zien in het kader van gedrag volhouden. De gedragsverandering en dat volhouden. Want gedragsverandering op zichzelf, dat kan. Hè? We zien zat challenges voorbij komen waarbij je, en dan hebben we het niet over de Echo Bike Challenge, maar dan hebben we het over een maand lang iets doen. En vaak lukt dat wel, hè? Maar wat gebeurt er na die maand? En vergelijkbare dingen zien we met mensen die enorme hoeveelheden kilo's afvallen. Dat gaat vaak een jaar, twee jaar goed. Maar wat gebeurt er op de lange termijn? En dan zien we eigenlijk dat na een jaar of vijf dat de meeste mensen terugvallen en zwaarder worden of weer op hetzelfde gewicht of zwaarder worden. Dus gedragsverandering aan zich, dat kan. En zeker met wilskracht, hè? Daar heeft Jenny het ook over gehad. Maar wil je het lang volhouden, dan heb je vaardigheden nodig. Vaardigheden die je helpen om het echt op de lange termijn vol te houden. En dat is wat wij proberen aan te leren. Nou, autoregulatie is een vaardigheid. Dat kun je toepassen als vaardigheid om gedrag vol te houden. Wat is autoregulatie? Dat is vrij simpel. Dat is niks anders dan de belasting van je workout. En dus we hebben het even over de trainingen. De belasting van je workout aanpassen aan je belastbaarheid. En dat is belangrijk, want als je het niet doet, dan kom je keer op keer jezelf tegen. En dan ben je eigenlijk met wilskracht gaan proberen om die training weer te doen op dat hoge niveau wat iedereen zegt dat je moet doen. Terwijl eigenlijk moet je iets terugschalen. En dan voelt het misschien wat prettiger en dan kun je alle slogans van uit je comfortzone even vergeten, want die slaan nergens op. Dan moet je juist even goed luisteren naar waar ben ik toe in staat vandaag. Dus autoregulatie, belasting aanpassen aan je belastbaarheid. Nou, daar moet je natuurlijk wel een plan voor hebben, want anders is het gewoon van ja, ik denk dat ik doe maar wat. Nee, dat is het niet. Het gaat over meer dan alleen maar heb ik een blessure of een beperking en kan ik de RX-versie van deze workout. Het gaat over hoe sterk je je voelt. We hebben daar twee tools voor. Eén is, je bepaalt van tevoren op een schaal van 1 tot 10 hoe je je voelt. En om het makkelijk te maken, hebben we dat opgedeeld in 3 delen. Je voelt je super. Dan scoor je een 8 tot een 10, dus 8, 9, 10. Dan kun je de wereld aan, dan kun je alles. Scoor je 6 tot 7, 5 tot 7 eigenlijk, dan voel je je nog steeds sterk, maar moet je hier en daar wel wat schalen voor jezelf. En scoor je onder een 5, dan heb je een minder goede dag en voel je je misschien zwak en zul je zeker moeten schalen, zul je zeker autoregulatie moeten toepassen. Nou, dat is niet alles, want dit is leuk, dan weet ik dat ik me misschien zwak of sterk of super voel. Maar wat dan? Nou, dan moet je een plan klaar hebben. Anders kom je weer op dat punt waarbij je zegt, ja, ik heb nu de score wel, ik voel me zwak, maar nu. En dan moet je weer gaan zoeken en vechten tegen jezelf waarschijnlijk. Terwijl, als je zegt, oké, ik kijk verderop in de week. Ik weet welke dagen ik wil trainen. Dit is mijn plan van tevoren. Ik ga ervan uit dat ik me goed voel. Maar je komt die dag aan bij de workout en ik denk, ik voel me niet zo sterk vandaag. Ik voel me zwak. Nou, dan moet je weten wat je gaat doen. Dus dan zeg je, als ik me zwak voel, dan schaal ik bijvoorbeeld in volume. Volume omlaag. Of ik schaal in gewicht. En niet alleen ik schaal in die twee, maar hoe dan? Misschien bij een 5 of minder moet je juist gaan wandelen. Moet je geen workout doen, ga je een stevige wandeling maken. Nou, op die manier moet je voor jezelf bepalen en dan heb je een aantal mogelijkheden. Eigenlijk 3 verschillende workouts voor diezelfde workout. Die je meteen kunt toepassen als je aankomt bij de training en zegt, zo voel ik me. Dan heb je meteen een variant klaar die je kunt gaan doen. En dat maakt de kans op het volhouden van regelmatig trainen en andere gedragsverandering veel groter. Nou, heb je hier meer vragen over, wil je meer weten over hoe dat kan of heb je daar hulp bij nodig? Dan zijn we altijd bereid jullie te woord te staan. Dus trek gerust aan de bel, stuur ons een mailtje, spreek ons aan en dan helpen we je graag verder. Succes!